plastic, GFT, metaal, karton. Blikjes, glas. Dozen, GFT, heel veel troep, heel veel. Afval in overvloed in onze huishoudens. Hoewel veel mensen proberen te minderen, lukt dat maar moeilijk. Heel veel spullen komen al soort voorverpakt in plastic dingetjes en bakjes en zo. En dan kom je er niet echt omheen. Inderdaad, als je dan zo weer met die plastic zakken loopt, dat ik dan denk van, oh ja. Ja, maar het is toch wel handig dat plastic in de vriezer, weet je. Zo'n papieren zak is dan toch weer anders. Of een los brood in, dat is ook niet handig. Voorlichtingsplatform Milieu Centraal is er toch van overtuigd dat het beter kan. En beter moet. Met de week zonder afval willen ze mensen ervan bewust maken wat ze allemaal weggooien. Elke dag geven ze daarom een tip. Met die tip kan jij zelf aan de slag om je afvalberg wat kleiner te maken. Vandaag is bijvoorbeeld maandag deeldag en dan gaat het om delen en lenen. Dus in plaats van dat je iets nieuws koopt, kan je kijken van, kan ik het misschien van een buurvrouw of van een vriend lenen. Ieder jaar wordt er per persoon zo'n 500 kilo aan afval weggegooid. Nederland wil dat in 30 jaar reduceren tot nul. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we circulair worden. Dat betekent aan de ene kant dat je zo lang mogelijk met je spullen doet, maar als je ze dan wegdoet, dat we dus die grondstoffen bewaren. Hergebruik en recyclen zijn dus cruciaal. Veel mensen doen in ieder geval al hun best. Wel met de kleren die van de kinderen te klein zijn om door te geven aan anderen. Dus niet alles wat te klein is gewoon weggooien, maar wat nog naar vriendjes kan of vriendinnetjes. Kinderkleding wordt zo kort gebruikt dat ik dat toch wel tweedehands doe. En ook een meubel en dergelijke. Ik geef het dan door aan mijn broertje of aan een vriendje van mijn broertje. Maar ik vind het zelf niet zo lekker om tweedehands kleren te lopen. Dus ik haal het gewoon niet. Dat is. Dus.